allemaal. Wij gaan op pad met de jury. We zijn nu in Vinkeveen. Daar starten we en dan rijden we straks naar Amsterdam toe. En jawel, we moeten ook naar Ameland. Maar we hebben er ontzettend veel zin in. We zijn heel benieuwd hoe de finalisten het gaan doen. Triple E, Apollo, Amsterdam, Ameland. Als je zo'n status hebt, maak het waar. Ja, het is prachtig natuurlijk bij de Vinkeveense plassen. Het is mooi werk hier. En ik vind het ook het leukste om te werken met mensen die carrière willen in de hotellerie of die part-time medewerkers. Ja, superleuk. Maar ik krijg altijd motivatie en ik begeleid ze ook altijd als medewerkers bij de Heek zitten of Stenden. Dat ik ze kan helpen met hun scriptie en graag in die hospitality blijven. Ik kom origineel uit Iran. Ik was 9 jaar toen ik naar Nederland verhuisde. Naar een klein dorpje in de buurt van Ede. Dus moet je nagaan van een stad van 17 miljoen mensen. Was ik in één keer in een klein dorpje met een paar duizend man. Een klein Spaanse ontbijtje om een beetje te laten zien wat we eigenlijk hier doen. Ja, wat ik zei, Cielo heet eigenlijk hemel in het Spaans. En ja, zoals je ziet, je bent in het hemel. En beneden is eigenlijk het restaurant waar we net waren, is eigenlijk onze tweede restaurant, dat heet Tierra, grond. Dus zo proberen we eigenlijk die twee concepten met elkaar te verbinden. De jongens, ik heb een hele goede cocktailteam, eigenlijk Pulitzer 2.0 zit hier eigenlijk. Want heel veel mensen van Pulitzer team zijn naar mij toegekomen. En met hun zijn wij heel erg bezig van oké, wat doet de keuken? De ingrediënten gebruiken we ook eigenlijk in onze cocktails. Dus bijvoorbeeld de jamon die we versnijden elke dag, daar blijft ook een soort van vet erover. Die vet gebruiken we in een van onze Negronis, want die wassen we zeg maar met vet en dan krijg je net even dat smaakje van de jamon zeg maar terug. Ja, waar we eigenlijk altijd op letten, en dat is niet dit jaar niet anders dan andere jaren, is vooral wat de persoonlijke inbreng van de F&B-manager is in het bedrijf waar we zijn. Kijk, soms kun je zien dat een bedrijf gewoon heel goed draait en goed loopt, maar dan kun je je afvragen, oké, wat is daarvan de verdiensten van de betreffende F&B-manager? Ik denk dat wij proberen als jury met vragen en goed naar de presentatie te kijken om ook goed te achterhalen wat de persoonlijke inbreng is van die F&B-manager. En het tweede is iets waar we eigenlijk elk jaar wel op letten, maar dat is belangrijk om steeds elk jaar ook weer te herhalen, is we zoeken de food and beverage professional of the year en niet de mooiste locatie. Dus het gaat niet zozeer om, is het een geweldig pand nou, op de Zuidas of een prachtig hotel op Ameland, dat is het natuurlijk, maar het gaat echt om die professional of om die persoon en hoe zorgt hij of zij die prachtige locatie, dat hotel of die bijzondere plek nog bijzonderder wordt. Een bepaald enthousiasme, alles gericht op de gasten, het lange termijn denken, niet denken van we willen heel kort en heel snel geld verdienen, maar we willen ook nog straks een vijfde generatie en een zesde generatie nodig hebben. We staan in onze voormalige slijterij en eigenlijk nu omgedoopt tot proeflokaal. Toen in maart in 2020 alle deuren sloten van alle restaurants en eigenlijk ook van de hotels. Toen het allemaal een beetje ingedaald was, toen zagen we eigenlijk maar één kans waar wij op dat moment konden ondernemen. En dat was hier in de slijterij. En omdat die open mocht blijven. Ja, om een
We hebben eigenlijk gezegd, oké, wat gaan we doen met onze medewerkers? Hè? Op een gegeven moment is alles geschilderd, alles is schoon. Kom verder. Dus wat hebben we bedacht? We zijn de Noble Academy begonnen. Dus we zijn eigenlijk een opleiding begonnen binnen ons hotel. En ik ben er wel echt van overtuigd dat in jullie werken allemaal ook in bedrijven. Het is nooit jij. Super geweldige ervaring. En de ervaring geeft ook het verbreden van je netwerk. Wat je toch echt wel groter maakt in het vak. En ik denk dat dat veel je meebrengt. We moeten gaan. Ik hoop dat het goed is. Waar ik vandaag op gelet heb, dat zijn de cijfers en de getallen. Maar vooral ook de ontbouwen daarvan en hoe mensen dat hebben ingevuld. Of ze creatief zijn geweest en of het invloed heeft gehad op de cijfers. En verder vind ik het belangrijk personeelsbeleid en gewoon een aantal bedrijfseconomische aspecten. We weten allemaal dat het personeelstekort enorm groot is. Mensen vertrekken allemaal, maar deze drie kandidaten die hebben echt laten zien dat ze alles in huis hebben om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Ja, triple A, alle drie. De drie A'tjes. Het is echt wat we moeten. Het is spannend. Het zijn aha-erlevenissen van een aantal mensen uit de jury die waren hier op Ameland. Het zijn A van verbazing in de zaak in Amsterdam. Dus dit kennen we niet van het terras in Apollo Hotel. Dus de A is eigenlijk leidend. En ja, ai, wie dat wordt, jongens. Het is echt verschrikkelijk. Maar de winnaar of winnares, triple A.